Wikipedia TV. Mijn naam is Leon en vandaag hebben we het over beginnen met WordPress. In deze video leert u hoe u kunt inloggen en uitloggen, hoe u kunt navigeren in WordPress en u leert het verschil tussen pagina's en berichten. Eerst laat ik u onze voorbeeldwebsite zien. HyonaDemo.nl is een fictieve website voor het online marketingbureau waar ik momenteel werk. Deze website bevat basiselementen die op bijna iedere website te vinden zijn. Namelijk een navigatiebalk met pagina's. Daar kunnen we nu even doorheen klikken. Kijk. Nou, er staan nieuwsberichten op de nieuwspagina. En tot slot is er een contactpagina. Nou, ook op uw website zijn deze basiselementen zeer waarschijnlijk aanwezig. Allereerst laat ik u zien hoe u kunt inloggen in WordPress. U gaat in uw browser naar de adresbalk en typt daar de URL van uw website in. Nou, daarachter typt u een schuine streep en typt u het woord wp-login.php. Dan drukt u op Enter. U ziet nu het loginscherm van WordPress. En als het goed is, heeft uw webdesigner een gebruikersnaam en wachtwoord voor u aangemaakt. Als u deze niet heeft, moet u deze nog even opvragen. Zonder gebruikersnaam en wachtwoord kunt u namelijk niet inloggen. Als u bent ingelogd, komt u op het zogenoemde dashboard van WordPress. WordPress is de plek waar de content van de website beheerd kan worden. De balk bovenin je scherm is de zogenoemde WordPress toolbar. Deze toolbar wordt standaard overal op je site en in WordPress weergegeven, zolang je bent ingelogd. De toolbar heeft een handige knop die ons in staat stelt vlot te schakelen tussen de website en WordPress. Om de website te bekijken, klikt u op de websitetitel in de toolbar. Zoals u ziet, blijft de toolbar in beeld, zelfs op de website zelf. Maakt u zich geen zorgen, deze toolbar is alleen zichtbaar voor gebruikers die zijn ingelogd. Gewone bezoekers krijgen deze dus nooit te zien. Om terug te gaan naar het WordPress dashboard, klikt u opnieuw op de websitetitel. U bent al ingelogd, dus u hoeft dat niet opnieuw te doen. Pagina's en berichten zijn de twee belangrijkste onderdelen in het linkermenu. Pagina's en berichten lijken veel op elkaar, maar worden in verschillende situaties toegepast. Het verschil tussen pagina's en berichten wordt duidelijk als we kijken naar onze voorbeeldwebsite. Pagina's worden normaal gesproken gebruikt om informatie weer te geven die niet tijdsgebonden is. De pagina met de titel Diensten wordt bijvoorbeeld gebruikt om de diensten van ons marketingbureau overzichtelijk weer te geven. De pagina met de titel Over ons wordt gebruikt om wat achtergrondinformatie over ons bureau te geven. Deze informatie is niet aan een tijd gebonden en wordt dus op een pagina geplaatst. De pagina's die we in de navigatiebalk zien staan zijn in WordPress terug te vinden bij het onderdeel Pagina's. Berichten zijn daarentegen wel tijdsgebonden. Ze bevatten naast een titel ook een publicatiedatum. Daarom worden ze vaak gebruikt om nieuwsberichten mee weer te geven. Op onze voorbeeldwebsite is ons nieuwsoverzicht een verzameling van berichten. De berichten in dit nieuwsoverzicht zijn terug te vinden in WordPress bij het onderdeel Berichten. Als u klaar bent met WordPress en u wilt uitloggen, dan kunt u met uw muis rechtsboven in de toolbar gaan staan op uw gebruikersnaam. U hoeft niet te klikken. Er verschijnt dan een menu. U logt uit door op uitloggen te klikken.